Oefening. Voor beginners. Voor beginners. Dat niks zeggen. Zoals jullie net hebben gezien, heeft Justin heel erg de aandacht voor mij. Zoals jullie hebben gehoord, als het goed is, heb ik jullie niet gezien dat ik met Jess heb gepraat. Dit is omdat als ik met Jess wel ga praten, dan wordt ze alleen maar drukker en enthousiaster. En is er zoiets van, oké, gezellig. Dus ik ga nu even laten zien hoe je dan ziet dat ik alleen maar om Jess aandacht ga vragen, hoe ze daarop reageert en wat ik daar dan eigenlijk niet mee bereik, wat wel de bedoeling is. Jessie! Hoog! Kom! Ja.
zoals je ziet, het heeft niet echt veel effect. Ik moet alleen maar constant blijven roepen. En dus die wordt alleen maar drukker en drukker en drukker van. Echt stuitenbal. En als je dan kijkt naar het filmpje dat hiervoor werd gespeeld, zie je dat ze gewoon de rust bewaart, dat ze meer op mij let. En dat ze gewoon relaxter meeloopt en mij niet zo meesleept als dat ze nu doet. Dus dat zijn een beetje de verschillen waarom wij eigenlijk die aandachtsoefeningen stil te doen. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Ik heb nu Astrea bij me. Dit is een ander hond. Astrea die heeft een grote werk. Thank you.
heel spannend. En dan is dat voor haar een complimentje van de. Look.